Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met mijn moeder weer op zoek naar een nieuwe kringloop. En ik ben vandaag in België. En ik ben super benieuwd. Deze kringloop heet Kringloop de Cirkel. Ja. En blijkbaar is het een hele leuke kringloop. Dus we gaan meemaken. Mam? Oh, daar is ze. Oké, bye. Het is echt groot. Ik weet niet of er kleding is. Ik vind dit boekje handlezen. Ik vind het altijd heel erg interessant. Euro. Deze zijn leuk. Deze zijn super leuk. Het zijn er maar drie, maar dan neem ik er twee. Ze zijn 20 cent per stuk. Echt niks. En ze zijn nog helemaal nieuw. Deze gaan mee. God, hoe cute is dit? Ja, dit even hier. Mama is even een mandje halen. Dit is echt zoveel. Deze vind ik ook heel tof. Als je daar water in doet. Jammer dat er een G op staat. Wauw. Misschien ook die andere. Jee. Deze kan je ook goed schoonmaken. Ik zie net aan de andere kant dat ze kleintjes hebben. Mam, kijk, ze hebben kleintjes. Hoe cute. Ik weet niet wat je erin doet. Maar cute. Even. Ik weet niet hoe duur deze short glaasjes zijn, maar ik wil ze. Ze hebben zo'n gouden rand. I love it. Drink alcohol met mate, mensen. Ik was aan het kijken tussen alle mokken. Ik zag deze. Ik vind ze echt prachtig. Kijk. 50 cent. Ze hebben hier echt super leuke dingen. Een shoek. Deze lamp. Ik vind het cool hoor. Alleen niet met deze lampkap, hè. Mama vindt het echt een prachtige lamp. Ik wil hem. Mama, wil je niet aan mij geven? Kijk hoe mooi. Een shoek. Hoeveel is die dan? 3,50. Wauw. Ik kan echt niet wachten om een super grote tuin te hebben. Dat je dan allemaal dit soort dingen. It's so pretty. Oh my god. Wauw. Zoveel riet. Ik weet niet wat je erin doet, maar I love it. Nou, ik ben bij de kleding. Oh my god, wat is dit? Mark & Spencer. Love. Fuck, kijk deze. Op een broek, hè. Ik heb nu een jurk aan. Hij is mooi, hè? Ik weet alleen hoe duur die is. Ze hebben gewoon sneller hier. Op de radio. Die spiegel is zo vies. Oh my god. Hij is dus 12 euro. Ik vind het echt wat te hebben. Ja, hij is echt zo mooi. Het is alleen die jurk. Het is niet mooi. Ja. Ik zou gek zijn als ik het niet koop. Nou, gaat lekker hè, man, met ons. God. Hier is ook nog kleding. Ze hebben hier toch ander soort dingen. Niet. Is dit echt? Oh, wauw. Mooi jurkje. Het jurkje is maar 5 euro.
zie hier een mooi trainingsbroekje. Voor 2 euro. Deze is wat kleiner dan die ik in een andere kringloop had gevonden. Oh, nice. Ik vind deze blouse. Look. Ik vind die mouw heel mooi. Zo zie je de kleur beter. Er ligt ook een heleboel kleding op zo'n stapel. Maar ik weet niet zo goed wat het is. Oh my god, hoe cute is dit? I can't. Ik wilde net de jurk passen, want ik dacht, ik heb toch een panty aan. Dus ik kijk. Wacht, ze zien het niet. Kijk dit. What the fuck is dit? Gadverdamme. Nee. Wat is dit, mensen? Ik dacht dat het leuk was. Ik lijk op Adriaan, van Basje en Adriaan. Daar lijk ik op. Basje en Adriaan. Daar lijk ik echt op. Misschien aan die ruffels. Nou, dit gaat uit. Dit is onze redder. Alsjeblieft. Oké, we zijn net bij kringloopwinkel De Cirkel geweest. Ik was voor 15 euro kwijt. Alleen voor wat? Echt bizar gewoon. En ik vind het echt... Het is echt een leuk winkel. Moet wel goed zoeken. Oh my god. We gaan naar de volgende. Ja. Mama en ik gingen even kijken wat er nog meer in de buurt zat. En we zien dat er hier nog een cirkel is. Dus daar gaan we heen. En verder gaan we nog misschien naar al deze. Oh my god. Oké, let's go. Waar zijn wij? Oh my god. Aangekomen. In de tweede, de cirkel. En ik vind gelijk deze bols. En ik vind ze echt super mooi. Kijk. Ik denk dat ik ze ga nemen. Ik wilde nog een video maken dat ik heel mijn keuken in boedel, zeg maar, ging vervangen. Maar deze kan ik echt niet laten. Ik zie ergens onderin, dus de kopjes. Letterlijk hetzelfde als de borden. 75 cent. Ik heb een mandje gevonden. En ik heb besloten om 2 kopjes te nemen. En 2 bols. Dit is ook echt cute. Who remembers? Tokyo Hotel. Jeetje. Zoveel. Ik ben echt zoek. Oh mijn god. Ik moet echt kappen. Maar ik zoek nog echt espresso. Oh, pretty. Oh, wauw. Deze. Ik zei net tegen mama hoe cool het zou zijn als je deze kast helemaal opnieuw schuurt, verft. Die glasplaten eruit. En dan hier een kledingrek ophangen. Zeg maar zo'n, van die, zo'n balk. Zo cool. Mama, wil je een Burberry bankie? Burberry bankie. I'm kidding. Oeh, groot. Dit is de kleding. Echt leuk, het is toch wel heel anders of zo. Hier zo, dan in Nederland. Oeh. Mooi. Oh, deze is ook mooi. Heel mooi. Wow. Hij is echt mooi. Ik heb helemaal geen trenchcoat nodig, maar deze is wel echt heel mooi. Zal ik even een toilettasje voor hem meekopen? Hij is wel leuk. Als deze meer puffer jacket was. Is echt een mooie kleur. Helaas. Ze hebben super veel kerstballen. De grote zijn 50 cent. De kleine zijn 10 cent. En deze zijn 5 cent. Oh, deze is mooi. Wauw. Wij komen net hier uit. We brengen nu dit naar de auto. We gaan wat eten zoeken. Maar ik denk dat we moeten stoppen, mam. Vind je niet? Lieve mensen, dit was weer de video. Ik wil nog even afsluiten met een korte review van wat ik van de 2 kringloopwinkels vond. We zijn achteraf nog naar 1 andere kringloop geweest. En het was niet van De Cirkel, maar dat was een andere. En daar was echt helemaal niks. Dus ik heb ook
niks meer gefilmd. Ik vond echt de kringloopwinkels, de cirkel, echt super nice. Ze hadden echt heel veel, heel verschillende soorten dingen. En eigenlijk van alles heel veel. Ik denk dat je wel hierheen moet als je echt interieurdingen zoekt. Ik vind dat de kleding waren echt wel leuke dingen. Er zaten echt wel leuke dingen tussen. Maar het was meer op interieur gericht. En dat is natuurlijk ook wel eens leuk. En ik vond ook de prijzen heel erg meevallen. Dingen waren echt super goedkoop. En nog in hele goede staat. Dus dat was top. Je hebt natuurlijk ook kringloopwinkels waarin alles al heel veel beschadigd is. En voor dezelfde prijs de deur uitgaan. Dus dit was echt top. En het is helemaal niet ver van de Nederlandse grens. Dus ik vond het echt zeker een aanrader. En ook naar mijn kijkers in België, want I know you're out there. Als je nog niet bij Kringloopwinkel de Cirkel bent geweest, vind ik het echt een aanrader om erheen te gaan. En ja, uiteindelijk heb ik nog best wel veel interieurdingetjes gekocht. In de volgende video wil doen is heel mijn keuken interieur, heel mijn keuken accessoires, ik weet even niet hoe ik het moet noemen, wil ik sorteren, naar de kringloop brengen. Nu heb ik een aantal dingen in deze video gevonden en die komen daar zeker ook in terug. Dus die zien jullie vanzelf terugkomen. En ik vroeg me af of jullie het fijn vinden om na zo'n video een soort shoplog-achtige vibe te hebben. Dus echt te laten zien wat ik heb gekocht. Ja, dat eigenlijk. Want nu laat ik het natuurlijk wel zien wat ik koop, maar tijdens de video. Dus laat het weten in de reacties. En dit was mijn review. Dus ik spreek jullie later in een nieuwe video. Oké, bye!